De trainersvisie met Bert, de trainer van uh, DVS 33. Afgelopen zaterdag uh, maakte je een uh, diep trieste indruk, uh, Bert. Ja, het was natuurlijk een zaterdag die je als trainer niet graag uh, beleeft. En ik denk dat geen één DVS er een uh, goed gevoel heeft overgehouden afgelopen zaterdag. Niet alleen de, het verlies van de drie punten, het spel was niet goed, de groep stond er niet goed op. Uh, en natuurlijk de extreem uh, blessuregevallen die we hebben gehad. De supporters van DVS-TV, maar natuurlijk ook gewoon van DVS in het algemeen, die zijn wel heel erg benieuwd naar hoe de situatie momenteel is van die beide geblesseerde spelers, Joran en Niels. Ja, Joran die natuurlijk snel uitviel met een schouder uit de kom, uh, die hebben ze zo goed kwaad als het ging er weer ingezet. Uh, dus even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen ten aanzien van de banden en spieren. Dat weet je nooit uh, verder, maar Joran is alweer. Uh, ja, dat is een perfectionist in hart en nieren, die is alweer druk bezig met zijn herstel, dus, uh, samen met de medische staf. Dus ja, hoe lang het precies duurt, weet ik echt niet. Uh, leggen we ook geen druk op. Dat is aan Joran en de medische staf om te kijken hoe dat gaat. Ja, Niels. Uh, ja, ik ben zaterdag na de wedstrijd uh, naar de plichtpleging hier ben ik naar het ziekenhuis geweest. Daar een paar uur gezeten met, uh, met Niels. Ja, die heeft zijn gezicht uh, echt wel behoorlijk in elkaar. Die heeft uh, wat breukjes. in Neus, oogkassen en jukbeen. Dus. Um, ja, dat zag er niet heel goed uit. Beste zwelling in zijn gezicht. Maar uh, Niels is de eerste nacht goed doorgekomen. En uh, ja, nu is het een kwestie van herstellen. Wat was er precies met hem aan de hand? Nou ja, de, uh, hij wou een bal terugkoppen. Uh, zeg maar. En hij werd daarbij in zijn rug geduwd. Dus hij kwam wat naar voren. Heiko kwam op dat moment ook naar voren om een bal weg uh, te koppen. Ja, en waarschijnlijk is Heiko of met zijn schouder of zijn gezicht uh, vol in het gelaat van, uh, van Niels gekomen. Ja, dat was, uh, ja, blijkbaar was het hoofd van Heiko iets harder dan uh, het hoofd van Niels op dat moment aankom. Zijn het licht, lichte breukjes? Is er iets van een hersenschudding of zo? Nee, hersenschudding gelukkig niet. En uh, de breukjes op zich schijnen tot nu toe mee te vallen, uh, dat, dat het niet geopereerd hoeft te worden. Maar ja, het blijft je aangezicht, dus je moet er heel erg voorzichtig mee zijn. Stel, uh, over een maand uh, met uh, zo'n gezichtsbeschermer. <laughs> ja, ja dat, zal, uh, dat zal Niels heel mooi staan uh, inderdaad. Uh, nou, goed, hij heeft ze baard, dus die zal genoeg bescherming geven. Belangrijke speler, Niels. Je had het uh, afgelopen zaterdag in de analyse over het ritme van de wedstrijd en de, de, dat Niels daar met name uh, ja, goed zicht op heeft. Wat betekent dat precies? Ja, je hebt alle spelers in je elftal die uh, met ritme bedoel ik dan die, die kunnen bepalen uh, hoe snel je de bal rond laat gaan, wanneer uh, breng je wel tempo in de wedstrijd aan, wanneer ga je juist temporiseren uh, om, om de bal langer in je bezit te houden. Uh, op het moment dat er duelkracht nodig is, dat er kleine duelletjes moeten gewonnen, gewonnen worden om het verschil te maken, dan, dan snapt Niels wanneer dat moment is. En uh, ja, hij leest een wedstrijd gewoon fantastisch. En, en hij heeft natuurlijk een brok ervaring, maar hij leest ook het juiste moment. En anderen lezen dat wat eerder of misschien wat later, maar hij pakt altijd het juiste moment en dat helpt je enorm. Ja, da en uh, bovendien dan ook met die enorme ervaring die hij heeft, natuurlijk uh, jarenlang uh, op hoog niveau gespeeld. Ja, dat merk je aan alles en in dit soort wedstrijden uh, zag je het ook, de eerste helft speelde hij uitstekend en uh, hij zorgde er min of meer voor dat we nog redelijk in balans bleven binnen het veld. En op ja, het moment dat hij uitviel was het toch weer even zoeken naar die ritmes. Ik had in de rust totaal niet het idee dat we hier verliezend uh, van de mat af zouden gaan. Jij? Uh, nou, ik vond wel dat we met vuur speelden. De, de manier waarop we speelden was kantje boord, vond ik. Uh, je wist Odin in de wedstrijd te houden, je had afstand, geen afstand genomen ten aanzien van een aantal doelpunten. Dus ja, dan, dan hou je in die zin uh, Odin levend. Van ja, met een snel scoren komen we weer in de wedstrijd, dus dat wil je niet. Uh, aan de andere kant, ja, ideaal scenario, 1-0 voor en uh, ja, laat Odin nu maar komen. Ja, dat was ook scenario wat we graag uit hadden willen spelen, maar uh, ja, er is eigenlijk helemaal niets van terechtgekomen. En in de loop van de tweede helft had jij toen het idee van, oh het ontglipt ons? Nou, een klein gedeelte. Een klein gedeelte. Toen het na een kwartier, twintig minuten, wisten we ons nog niet volledig te herpakken. Uh, we kwamen niet goed door hun laatste linie heen. En uh, ja, op een gegeven moment wil je dan toch uh, het verschil gaan maken. Omdat je die wedstrijd gewoon moet winnen wil je meedoen in de top. En dan schakel je over op, op drie spitsen. Om, uh, hun backs hadden flink veel meters gemaakt, we werden wat vermoeider. Dus uh, daar, daar kon je het verschil dan maken. Uh, en toen kwamen we wel iets beter in de wedstrijd. Maar kijk, weet je, als je ook zo'n tweede helft ziet, we hebben gewoon te weinig duels uh, gewonnen. En we kwamen niet in de duels, omdat het de linies te ver van elkaar afhielden. Ja, en dan moet je op een gegeven moment ook denken: ja, die 1-1 is, is ook prima. Uh, maar goed, dat, uh, dat liep even anders. Zijn wij ook een beetje mooi weerspelers? Heeft de kou uh, invloed gehad? Ik, ik, ik vond de intensiteit uh, van de spelers naar elkaar toe de chemie. Uh, ja, het, misschien had dat allemaal wel ook met die blessures te maken. Ja, die vond, die vond ik nou niet helemaal uh, uh, jovel. Nee, daar heb je gelijk in. Um, of de is ermee te maken hadden, zeker wel naar die van Nieuws dat even dat de groep slag was. Um, dus dat klopt, dat klopt wel. Maar die jongens lopen ook allemaal lang genoeg mee. Dus we hadden genoeg ervaring in ons team. Alleen um, niemand had de macht en de power om het elftal aan de hand te nemen. Van en nu is het klaar en nu gaan we het zo doen. Er was verdeeldheid binnen de groep die we lang niet gezien hebben. En um, nou ja, goed, dan moet je duidelijkheid creëren. We proberen het van de kant uh, middels de coaching. Maar goed, dan moet het ook nog wel uitgevoerd worden. En, en nou, dat was zaterdag extreem aanwezig: van uh, niet, niet, niet dezelfde gedachten hebben. Daar heb je het gisteravond in de groep ook even over gehad voordat de training begon, want het viel me op dat ja, ze alweer heerlijk, heel lekker vrolijk aan het trainen waren. Ja, weet je het eens, Piet? Als je, je zo'n wedstrijd speelt, kun je, kun je twee dingen doen. Je kan uh, per individu iedereen langs lopen en, en zeggen wat je allemaal niet goed vond. Uh, we hebben het nu voor gekozen om met de groep erover te praten. van ja, Hoe komt nou zoiets? Hoe komt zoiets tot stand? Wat maak je mee in het veld? Hoe ervaar je dat? Daar praat je dan vooral over. Maar om nu te gaan panikeren na zo'n nederlaag, dat is ook niet handig. Want zeker niet als je het weken goed gedaan hebt. Alleen, het blijkt dus gewoon als wij... Er, uh, over denken om eigen keuzes te gaan maken en die buiten de groepsafspraken vallen, ja, dan zie je gewoon dat DVS ook een mindere ploeg is en dat mag niet meer gebeuren. En daar hebben we over gesproken. Maar wel lekker getraind gisteren. Oh ja, sorry, ja, dat was je vraag natuurlijk. Ja, weet je, plezier moet je erin houden. Je kan gaan neuren, je kan straftrainingen geven, maar dat slaat helemaal nergens op. Het gaat erom dat men leert van uh, dit soort situaties. En we hebben gisteravond inderdaad de focus op het plezier. Want op het moment dat je plezier hebt en, en geniet van je sport, dan weet je dat veel meer in staat. Want we hebben weer een wedstrijd te gaan. En uh, hoe, hoe ga je die wedstrijd aan? Want je mist uh, dus drie uh, vaste basiskrachten. En ga je uit van het spelersmateriaal wat je hebt, of blijf je het systeem handhaven? Uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Nou ja, dat is het voordeel dat we natuurlijk al wat verder in het seizoen zitten. We weten wat iedereen kan en we gaan op die posities uh, wisselen zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk, uh, de jongens die daar komen te voetballen hebben wat andere kerncompetenties dan de jongens die er nu niet bij zijn. Uh, dus dat betekent dat je spel wel wat gaat veranderen. Maar aan de andere kant, we weten wat de Jong Volendam kan, we weten wat we zelf kunnen. En uh, ja, ik verwacht zaterdag een hele open wedstrijd. Ja, want de Jong Volendam begint weer in vorm te komen. Ja, wat dat betreft treffen we nu even allemaal ploegen die een mooi ritme hebben. Jong van den Damp vier achter elkaar gewonnen. En dan uh, straks heb je Scheveningen die een mooie serie neerzet. Maar ja, goed, uh, dan moeten wij die series maar doorbreken. Want uh, na heel veel overwinningen komt de eerste Nederlander steeds dichterbij voor hen. We zijn wel eens eerder in een dip, uh, dipje terechtgekomen. En daar zijn we echt werkelijk grandioos uitgekomen weer, Bert. Ja, en deze jongens zijn uh, zo sportminded. En kunnen zo slecht tegen hun verlies dat ze dit niet nog een keer laten gebeuren. Okay.